Hallo allemaal, salam alaikum. Welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag witte bonen met rijst maken. En ossenstaart een heel klein beetje pitten. Super lekker en simpel. Ik heb een scheutje olijfolie en een scheutje zonnebloemolie in een snelkookpan gedaan. Dan heb ik één middelgrote ei uh, uh, fijn gesnipperd. Dat heb ik dan in de pan uh, gedaan. En dan heb ik één ossenstaartstuk, Dat heb ik uh, laten snijden. Ik moet hem alleen maar even uit elkaar uh, snijden. Dat doe ik dan ook in de snelkookpan. En dan ga ik dit uh, even een paar minuten aanbraden. doe ik één afgestreken eetlepel zout erbij. Na een paar minuten doe ik er uh, fijn gesneden koriander bij. En één grote tomaat doe ik erbij. Eén theelepel peper. 1 theelepel curcuma, 1 theelepel komijn, 1 theelepel paprika poeder. Ik heb hier vuur ietsje lager gezet. Dan roer ik dit heel goed om en dan laat ik het heel eventjes smoren. Ik had geen verse knoflook meer, dus heb ik 1 knoflookbouillon erbij gedaan. Na een paar minuten heb ik er 200 ml water erbij gedaan. En daarna doe ik er bonen bij. Uh, witte bonen heb ik smorgens uh, laten weken en ongeveer 6 uh, uurtjes, 7 uurtjes later uh, in de pan gedaan. Ik doe er dan nog meer water bij en dan heb ik, omdat ik het ook een klein beetje pittig wil hebben, 5 pepertjes erbij gedaan. Ik heb dit eerst 20 minuten in de snelkookpan gekookt en daarna heb ik er rijst bij gedaan. Heb ik de snelkookpan weer 5 minuten dicht gedaan en... Toen was het uh, klaar. Dit is echt een super simpele uh, gerecht. Is zo klaar. Als je niet van pittig houdt, dan kan je ook die pepertjes weglaten en een beetje minder uh, peper uh, gebruiken. En dat was het eigenlijk. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer, inshallah. Doei!